Er staat ons de komende dagen wel een unieke weersituatie te wachten. We krijgen namelijk met twee stormen te maken die elkaar in rap tempo opvolgen. En daarom zou je wel kunnen spreken van tweelingstormen. We krijgen eerst met storm Dudley te maken en later deze week volgt storm Eunice. En vooral die laatste storm lijkt volgens de laatste weersverwachtingen wel wat zwaarder uit te pakken. En zou je dus kunnen zien als de grote zus en het kleine broertje Dudley. Een hele dynamische weersituatie dus. En in deze video gaan we in wat meer detail bekijken hoe die stormen zich gaan ontwikkelen. En daarvoor beginnen we eerst wat hoger in de atmosfeer bij de straalstroom, ook wel de jet genoemd. Dat is een smalle band met hoge windsnelheden wat hoger in de atmosfeer. En dan hebben we het hier over het drukvlak van 300 hectopascal. En dat geeft de grens aan tussen koude lucht in het noorden van Europa en juist die zachtere en warmere lucht in het zuiden van Europa. En op dat grensvlak dus die hoge windsnelheden. En bij die jet komen dus ook gemakkelijk lage drukgebieden en stormdepressies tot ontwikkeling. Nou, we zien hier woensdagavond een actiever deel van de jet boven de Atlantische Oceaan liggen. En als ik die animatie ga starten, dan zien we dat dat actievere deel wat dichterbij komt. En ook als storm Dudley overtrekt en wegtrekt, dan zien we dat hier nog activeren. En vooral op vrijdag komt er echt een actieve tak van de straalstroom boven onze omgeving te liggen. En dat maakt dus dat die stormen nog extra in kracht kunnen toenemen. Hele dynamische weersituatie, dus hoger in de atmosfeer, maar ook bij ons wat dichter aan de grond gaan we dat zeker merken. Nou zijn er wel nog wat verschillen in de weermodellen wat betreft de intensiteit en ook de koers van die twee stormen. En daarbij is vooral het Duitse model, het ICON-model, die er een beetje alleen voor staat. Die berekent namelijk een vrij zuidelijke koers van die tweede storm. En hier heb ik de kaart van de maximale windsnelheid in het Duitse weermodel. We zien hier in de legenda de kleuren verschijnen, echt die donkerpaarse kleuren. Dat is een zware tot zeer zware storm. Nou, en als ik die animatie ga aanzetten, dan zien we hoe in de nacht van woensdag op donderdag storm Dudley overtrekt. Dan is het daarna tijdelijk even wat rustiger. En dan op vrijdag vanuit het zuidwesten trekt dan die tweede storm over. Eigenlijk met de kern pal boven ons land langs. Nou, het Duitse weermodel, zoals ik al zei, staat daar een beetje alleen voor. Want als we dan naar het Amerikaanse weermodel kijken, het GFS-model, en ook het Europese weermodel, het ECMWF-model, die kiezen toch voor een net wat andere koers. Wat er woensdag vooral opvalt is dat we ook dan al met veel wind te maken hebben. Een sterke westelijke stroming die dus ook samenhangt met die straalstroom. En als we de animatie starten dan zien we hoe in de nacht van woensdag op donderdag Dudley overtrekt. Dat windveld met vooral in het noorden van het land veel wind. En dan vanuit het zuidwesten komt dan die tweede storm aanzetten. En dat is een veel weersactiever systeem. En we zien vooral hier ook wat meer aan de noordkant op dat warmtefront. Heel veel neerslag, ook die paarse kleuren. In de Schotse hooglanden kan bijvoorbeeld flink wat sneeuw gaan vallen. En het koufront daarentegen lijkt wat minder actief. En dat maakt dat dit type stormdepressie mogelijk wel een stuk zwaarder kan gaan uitvallen. Nou, het grootste verschil met het Duitse weermodel die we net zagen is dat die koers dus een stuk noordelijker is. En als we kijken hoe die storm vervolgens verder trekt, dan zien we die ook wat noordelijker uitkomen boven Scandinavië. En dan vooral later op de vrijdag en in de nacht naar zaterdag komt dat windveld ten zuiden van die stormdepressie echt pal boven ons hoofd te liggen. En dat betekent dat er dan ook landinwaarts zware tot zeer zware windstoten kunnen voorkomen. Allemaal nog horend dus bij die wegtrekkende storm. Dan nog even kijken hoe dat er op de kaart uitziet. Eerst dus nog storm Dudley die wegtrekt. En daarna zien we vanaf de Ierse Zee, hier zien we die paarse kleuren al verschijnen. En later ook op de Noordzee dus die mogelijkheid tot een zware of zelfs een zeer zware storm. Bij die tweede depressie dus storm Eunice. Dan kijken we nog even naar de pluim met de maximale windstoot. Dit is de kans op de hoogste windstoot voor het noordwesten van het land. En dan zien we van woensdag op donderdag inderdaad een grote kans op zware windstoten rond 100 km per uur. Dat hoort dus bij storm Dudley. En dan op vrijdag dan zien we de kleuren echt een stuk donkerder worden. Als storm Eunice overtrekt dan is er zelfs kans op windstoten tussen 100 en 140 km per uur. Dan hebben we het
echt over hele zware windstoten kan flink wat schade opleveren. En zoals we net ook al in de weerkaarten zagen, kan die storm ook dieper landinwaarts voor flink wat schade gaan zorgen. Dit is de pluim voor het midden van het land. Daar zijn die kansen op die hoge windstoten weliswaar wat kleiner, maar alsnog zien we hier die donkerrode kleuren, 120 tot 140 kilometer per uur. Dat levert echt ronduit onstuimig weerbeeld op, ook dieper landinwaarts. Dan nog even samenvattend het kleine broertje en zijn grote zus. Van woensdag op donderdag dus storm Dudley. Maximaal 9 Beaufort in de kustgebieden. Vooral in het noorden van het land kan het een tijd stormen. Als storm Dudley wegtrekt is het tijdelijk even wat rustiger. Maar dan op vrijdag komt storm Eunice eraan. Maximaal 10 Beaufort, mogelijk dus een zware storm. Met dus ook dieper landinwaarts die kans op die zware windstoten. Nou, de komende tijd praten we hier natuurlijk bij van de laatste ontwikkelingen van deze twee stormen. Maar dat het onstuimig gaat worden, dat staat wel vast. Hoeveel schade kan een zeer zware storm aanrichten? In onze nieuwste video brengen wij het weer voor jou tot leven.